Turkish Airlines vlucht TK1951 is in de ochtend van 25 februari 2009 om 5 voor half 9 uit Istanbul vertrokken voor de vlucht naar Amsterdam. Om kwart over 10 vliegt het toestel vanuit het oosten het Nederlandse luchtruim binnen en nadert de luchthavenschip Schiphol. Door een defect geeft de linker radiohoogtemeter, een van de twee aan boord, een foute hoogte aan van min 8 voet. Dit terwijl het toestel op dit moment aan het dalen is naar flight level 40 en vervolgens naar 2000 voet. Door de foute radiohoogte klinkt in de cockpit in totaal vijfmaal een geluidswaarschuwing. De piloten hebben deze signalen waargenomen. In de cockpit bevinden zich drie piloten. Rechts zit de co-piloot die het vliegtuig bestuurt. Hij ontvangt routetraining van de gezagvoerder, tevens instructeur, in de linkerstoel. Op de waarnemersplaats, midden achter hen, bevindt zich een eerste officier als veiligheidspiloot. Het toestel vliegt nu op 2000 voet op de door de luchtverkeersleiding opgedragen koers van 265 graden. De verkeersleiding geeft als nieuwe koers 210 graden om de zogenoemde localizer voor de landing op de polderbaan te onderscheppen en zodoende recht voor de landingsbaan uit te komen. De gegeven koers leidt tot een onderschepping van de localizer op 5,5 mijl voor de baan. Een kortere indraai ten opzichte van de normale procedure die het toestel op minimaal 8 mijl van de baandrempel en onder het glijpad zou brengen. De eindnadering is nu korter. Bovendien wordt geen opdracht gegeven verder te dalen, zodat het glijpad naar de landingsbaan nu van bovenaf wordt benaderd. Als het vliegtuig de localizer onderschept, moet het gas worden dichtgetrokken om naar het glijpad te dalen. Door de foutieve hoogtemeting van de linker radiohoogtemeter schakelt de automatische gashendel hier al in de stand retard flare. Een stand die normaal gesproken alleen in de laatste fase van de vlucht wordt geactiveerd om boven de landingsbaan snelheid te verliezen. Het directe effect is echter hetzelfde als wanneer het systeem goed had gefunctioneerd. De gashendels gaan dicht. Het van bovenaf onderscheppen van het glijpad heeft de foute werking van de autosrottel voor de piloten gemaskeerd. Op een hoogte van 1300 voet wordt het glijpad onderschept. De snelheid van het vliegtuig is op dit moment nog boven de landingsnelheid van 144 knopen. Wanneer de 1000 voet hoogte wordt gepasseerd, zou de vliegtuig en bemanning volgens Turkish Airlines procedures helemaal klaar moeten zijn voor de landing. Dit is echter niet het geval. De snelheid is nog steeds te hoog, het motorvermogen is te laag en de laatste stand van de flaps moet nog worden geselecteerd. Bovendien is de bemanning nog bezig met de landing checklist. Hierdoor kan ongemerkt de snelheid steeds verder teruglopen. De automatische piloot houdt het toestel op het glijpad. Om draagkracht te blijven genereren, loopt de neusstand op tot ver boven de normale waarde. De piloten zijn zich hiervan niet bewust. Als de snelheid is teruggelopen tot 109 knopen, wordt de zogenoemde stickshaker geactiveerd. Een mechaniek dat de stuurkolom laat trillen. Dit is een waarschuwing dat het vliegtuig te langzaam vliegt en snel alle draagkracht dreigt te verliezen. De piloten reageren hier wel op, maar niet adequaat. Het toestel stort neer. In de laatste seconde van de Flight Data Recorder is te zien dat als de stickshaker wordt geactiveerd, de copiloot de gashendels openschuift en de stuurkolom naar voren duwt om de neus naar beneden te brengen. De gezagvoerder neemt hierop de besturing over, maar de autothrottle wordt niet uitgeschakeld, waardoor deze de gashendels bijna onmiddellijk weer dichtzet. Direct daarop worden de autothrottle en de automatische piloot uitgeschakeld. Zeven seconden later. Wordt vol gas gegeven. Er is inmiddels te weinig hoogte over om nog te herstellen van de overtrokken situatie. Het vliegtuig stort neer in een akker anderhalve kilometer voor de landingsbaan. Door de hoge neusstand raakt de staart de grond als eerste en breekt het vliegtuig in drie stukken.